have driven out of there yesterday. He drove exceptionally well yesterday in qualifying. He came into 32 drivers, into top 16, into 8, into 4, and into 2. One of these drivers has got the number one on the podium. We ain't going to tell you, but in the meantime, guys, give him a massive, massive round of applause. Ik kwam uit de semi-pro's naar de pro's. Die was daar tweede of eerste zelfs geworden, ik denk eerste. Juist met mijn volg was vrij dicht. Ik denk dat mijn lijn ook wel iets beter zal dan zijn. Dus uiteindelijk daarom al een pak beter heb gescoord. Ja. Everybody, watch the engine of this yellow BMW. Swings it out to the right and then swings over to the left-hand side of the track with a huge handbrake. Confusing Jay White there in the first corner. Jay White couldn't do the same initiation caused him to just slack behind a little bit. But Jay White has held it together and he's very close to that yellow BMW as they enter into the final. Eerste battle, ik was leading car, BDC werkt met een pace cone, daar ben ik groot voorstander van. Je moet gewoon dicht bij elkaar blijven bij het oprijden in de eerste bocht. Goed gewacht naar de jongen, want de jongen zat met een stuk vermogen minder dan ik, richting de eerste bocht. Bleef mooi bij elkaar, zette hem gewoon goed in, ging op zich wel een beetje moeten corrigeren bij het ingaan van de bocht. Ging op zich net de lijn kunnen rijden, net de transitie naar de tweede bocht, ging goed. Vervolgens ga je dan de grote bocht omhoog, nou gewoon vol op het gas. Ja, dan zie je wel, dan merk je wel het verschil met de andere auto. Dan kon ik wel gewoon zien dat ik snel een gat trok, waardoor weg ging voor de rest gewoon goed de bult op, mooi rook, ging goed, vond ik fijn, was een fijne run. It is the first battle. We've got Kurt Hockerman as the lead car in the V8 RX7 against Sam Holt in the S14 with Voss Energy Drinks on the side of it. So into the first corner we go. Sam Holt putting one wheel off the track there. Will get marked down by the judges. The judges didn't want to see one track. Into the second corner they go. The V8's roaring out of that RX7 as he enters into the third corner. Sam Holt all over the show. Run 2, chasing car. De jongen waar ik tegen moest ging gewoon vol gas richting de eerste bocht. Hou ik van, is gewoon goed. Kon er direct kort nasteken, kon er dicht op blijven. Naar de transitie ging ook gewoon goed, kon erbij blijven. De korte doorbocht richting de bocht omhoog, de hoge lange doorbocht. In die bocht maakte hij een andere lijn dan ik had verwacht. Misschien mijn huiswerk niet goed gedaan, maar ja. Zij zo, ik kon er goed op anticiperen. Kon er op blijven, dicht op blijven. En vervolgens toen we op het gas bleven, de bult op, merkte ik dat ik niet zo heel fijn uit. Ik zat iets te ver aan de binnenkant. Waardoor ik of kon liften of op mijn gas kon blijven, alleen van de baan af moest. Ik koos ervoor om op gas te blijven, want ik vind dat zo hoort. En moest ik dus de curbstone op. Right, battle number 2, Matty. Yeah, into the first corner, Sam Holt and Gert is going to be on the door, I expect, into this first corner. Gert seems to be much quicker around this course. That's starting the Holt energy car. So, it's going to be tight through this final section, and
So good the final section from the last. Connor. We're still in the first one, man. Ik zie dat hij op de grond weer komt. Ja, ik vind dat gewoon mooi, zo'n ding. Ik kan gewoon niet gedaan. Dan mag er doorheen. Tegen Ben Morley, een geturbode escort, vrij snel. De eerste run ging heel goed, hij moest afhaken want hij zag niks meer door mijn rook. Dus ja, die was al voor mij. Mijn tweede run lag ik vrij fel achter omdat die escort best snel was. Maar ja, gewoon een goede lijn gereden, vrij veel hoek. Maar ik had sowieso, als ik deze goed had, dat ik sowieso de battle ook gewonnen, omdat hij gewoon bij de eerste drift had afgebroken. Dus ja, dat was ook wel in orde. Maybe perhaps if you can't see through all the stuff here. So around the final corner. And can you see this is fire? You know what the top is in the East Bay, Garcia Gloria. I've got a new favourite driver. I've got a new favourite driver in Pro Class. This Kevin Costia is driving exceptionally well. The little S-door with a YB cut with turbo power look. You get bored and I get bored. Huge effort of Kevin Corsia once again, and it's looking like a fantastic run. Ben Morley's trying all he can to make that gap. There's a bit of sign in the tackle, so Kevin Corsia's now closing that gap to the final corner. Ben Morley is now reaching that gap a little bigger. Who about you, I'm going to see that run one more time. It should be an interesting run, isn't that guy? But then again, so are you. Tegen James Voller was, ja, ik denk dat we allebei vrij hetzelfde qua punten hebben. Lijn was vrij goed. Hij volgde ook vrij kort. Dus ja, de tweede run, als ik moest volgen, heeft hij na de eerste bocht, dus aan de aarspelbocht, heeft hij geloof een boostpipe of zo dat er afgeschoten was. Dus hij stopte waar ik mooi tussendoor drifte. Dus dat heeft mij toch wel de finale ingeholpen met problemen. Dus de runs tegen Paul Cheshire in de Nissan Skyline 350 GT of Infiniti G35, whatever. Lead run, ja, weer goede entry, waardoor ze hun later inzetten zoals altijd. Goede lijn, goede rook, muur mooi gescript, waardoor ik Michel zijn camera verloren heb.
ja, de volgrun kon ik nog best goed volgen. Ik heb net op het begin op de entry heb ik de curbstone mee gehad met het linksvoorste wiel en de laatste rechts naar boven heb ik ook mooi meegepakt, maar ik denk dat die eerste wel genoeg was om ook wel door te gaan. Ik denk in het algemeen alle runs al best goed waren. Ik heb niet echt heel grote fout gemaakt. Goed voor de volk, veel goed. No. We got Paul Chester and Kevin Cornelius in the yellow E36 as the lead car into the first corner with a massive angle in the yellow E36. Paul Chester is catching you up though. He's putting the power down on that 600 brake horsepower Falcon G35 Skyline as they enter into the Manchester position. Coming for the last corner now. He's looking close and not close enough for the Turkish brake to see. Paul Chester needed to put more power down and more grip to be able to catch Kevin up. He's using the speed he gets with these entries to get right up close on the floor. So look at him, and he crosses together into that corner. Kevin can see if he's going to close the gap on that hairpin. Can Paul, as the lead car, extend that gap and progress? Give a round of applause for these two drivers. Absolutely fantastic. Paul Chester from Team Falcon. Kevin Cornelius all the way up from Belgium. Putting on an amazing show for you two. Was it good enough though? Did someone stand out enough to get a decision from the judges? Obviously we won't tell you, but judges, do we have a decision? Tot aan de finale krijg je te horen als je doorzit of niet. Dus aan de finale wachten ze gewoon tot het podium tot je klaar bent. Ik wist ook niet echt goed wat ik moest verwachten, want ja, het was tegen zo'n kerel van Falcon die ook best wel goed reed. Alright, so that leaves us the winner of the Pro Class. One of the best entries I've seen at Lidenhurl since I've ever been here. Coming all the way over from Belgium goes to Kevin Corsia! Ik had zelfs eigenlijk niet verwacht dat ik heel ver ging raken, omdat die anderen ook best goed waren. Ook met de escortje dacht ik dat die zou winnen omdat hij heel kort kon volgen, dat hij heel snel weg was, maar ik wist ook niet bij de volgerin dat hij een fout had gemaakt door mij te veel aan de kook. Nee, maar het was wel heel leuk. Zeker een van de kampioenschappen die we nog zeker gaan doen. Volgen is ook heel leuk. Ze zijn niet jaloers ofzo. Als jij een verslaat, dan vind je het wel vet als je zo komt en minder pikaat en gewoon een dikke entry doet. Ja, ik vind het wel leuk. Before you get out of the sunshine, wet.